Deze hoedcellen die ik nu heb, die reageren razendsnel op allerlei omstandigheden. Ik kan niet meer zonder hoedcellen. Dan moet ik mijn werk hier opgeven. Thuis krijg ik problemen. Maar ik doe ook nog veel advieswerk buiten dit om. Ik zit nog in de politiek. Dus ook raads- en fractievergaderingen waar ik adviseur ben. En ik coach en begeleid mensen nog. En dan moet je dus gewoon echt alles exact verstaan. Want op het moment dat ik het verkeerd versta, dan kan ik een compleet verkeerde richting ingaan. Dus dat moet je niet hebben. Je moet echt daarmee alles goed horen. En dat kan ik nu weer doen. Ik ben nu weer met gesprekken bezig met mensen en ik hoor gewoon echt alles heel goed.